Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. En vandaag is het geen gewone weekvlog. Nee, Nicky en ik zijn in de camper gestapt. Hierachter zie je de fantastisch nostalgische camper. En we zijn onderweg naar Kroatië. We zijn echt 100 meter onderweg. En uiteraard ga ik dit vloggen, want ik vind het super leuk om mijn vakanties op beeld vast te leggen. Dus dit keer zal dat niet anders zijn. Dus ga er lekker voor zitten, want het wordt waarschijnlijk een lekker lange vlog. Yay, een nieuwe video! We zijn bij de eerste stop aangekomen. Dat is voorbij Keulen. En uiteraard hoort daar een dikke vette schnitzel bij. Ik heb een salade. Ja. Aardappelsalade. Aardappelsalade. En champignons. Ja, nee, je zei gewoon dat het een schnitzel was. Dat wilde ik helemaal niet. Ja, we filmen ook. Nu wel. Van Nicky moest ik ook de dingen filmen die niet leuk zijn van deze vakantie. Maar wel de vorige keer al een beetje een horrorvakantie, hè? Ik hoop dat dat niet dit keer weer het geval is. Maar we hebben een beetje pech met de camper. Hij wil niet steeds niet starten als wij dat willen. Toch? Ja, ja. Goed gehoord. En nu zijn we uit ellende maar gaan eten alvast, zodat we dat straks niet hoeven doen. Het is pas 2 uur 's middags en we zijn best een eind weg. 700 kilometer, 800? Ja, zoiets. En we moeten nog 500 voor onze eindbestemming, of in ieder geval onze eerste eindbestemming, Kroatië. Maar ja, dat gaat nog wel even duren als die niet aangaat. Maar we geven hem even wat tijd. He? Kan hij er even over nadenken of hij het er ook mee eens is. En dan zetten we hem zo na het eten aan. En als hij dan niet aangaat, dan denk ik dat we iets ANWB of zo bellen. Of iets. Dan gaan we wel iets doen, neem ik aan. Maar goed, zover is het nog niet. Dus dit is de update van de reis. Dat is Nicky's burger, die heette El Gigante. Gigante. Dat is niet in het Duits, maar het is wel. Er zit gewoon nachos op. Ja. Nice. Ja, ik heb gewoon kipnuggets. Ja, hij start nog steeds niet, jongens, dus we zijn tot de conclusie gekomen dat het startkabelwerk gaat worden. Kutzooi. Jongens, we zijn aangekomen in op onze eerste bestemming. Jezus, hier moet je niet inrijden, Nick. Niet? Nee, oh. Doe maar niet. Ik dacht wel. Maar we zijn bij de tussenstop aangekomen. Hier gaan we eventjes een nachtje overnachten. Het is nog Duitsland tegen de grens van Oostenrijk. Het is een heel mooi skigebied hier. Dat hebben we al gezien. Maar er ligt geen sneeuw helaas. Ben je niet, hè? Eh? Ik moest ook de minder leuke dingen vloggen. Ja. Nou, zeg maar, wat is er aan de hand? Moet ik het zelf zeggen? Zeg maar. Oké, jongens, we hebben pech. Hè? Dat kan ook niet eens goed gaan. Dus we hebben allebei een hesje aan, maar we moesten net naar buiten. Dat ziet er niet uit. Ik had de gevarendriehoek daarachter gezet, dat is verplicht. En nu is het afwachten of we geholpen worden. We zijn in principe verzekerd. Dus ik ga ervan uit dat we geholpen worden. Maar dat kan even duren. Ja. Niet leuk, maar ja. Ik ga nu de vlog wegdoen. Wel een mooi uitzicht. Misschien moet nou precies. Doen. Zullen we er maar wat moois van maken? Kijk, het is wel, we staan op een brug, want ja. Hè? Het is lekker makkelijk ook voor de wegenwacht om te komen zo. Maar het uitzicht is prachtig. Blijf je lachen, Nicky? We worden nu. Ja, je lacht nog best vriendelijk eigenlijk. We gaan weggesleept worden, jongens. Het leven is mooi. Het regent gelukkig niet zo hard. 1990 is een Montag, licht in Duitsland. 8 maanden nog de maanval. Oké, de afgelopen berichten waren allemaal een beetje grappig. Haha, word ik sleep, bla bla. Maar goed,
nu blijkt het dus echt dat we niet verder kunnen met de camper. Hij is kapot. De injectiepomp is kapot, waardoor de motor geen diesel meer krijgt. Ja, vrij weinig waar wij aan kunnen doen. Het is gewoon een oud ding en dat gebeurt. Helaas is dat in Oostenrijk en niet in Nederland. Dus wat we nu gaan doen, geen idee. Maar kan je zeggen, Nicky en ik hebben er allebei geen zin meer in. Want je krijgt dan vervangend vervoer. Daar zijn we voor verzekerd. Maar ja, een camper regelen is best wel lastig voor een verzekeringmaatschappij. Dus dat kan dagen duren. Dus ik zou eigenlijk niet weten wat we nu moeten doen. Ik weet het gewoon niet meer. We gaan het zien. Jullie zien het in de volgende shot, maar ik weet het op dit moment nog niet. Goedemorgen, het is de derde dag van onze vakantie. En helaas is onze camper gisteren gesneuveld. De laatste shot wat jullie gezien hebben is dat we niet wisten wat we gingen doen. We werden weggesleept en toen heeft de garage ernaar gekeken, maar die konden hem helaas niet maken. Dus moesten wij vervangend vervoer regelen via Interpolis, daar zijn we verzekerd. En dat is niet gelukt gisteren, dus moesten we blijven. En ik wil jullie eigenlijk even de kamer laten zien. Dit is het bed. Ja, we hebben erin geslapen, dus nu is het een rommeltje. Mooi hout allemaal, spiegeltje. Ja, dit. Helemaal prima is deze kamer. Wc, lekker van deze tijd, dit betegeling. Ja, nou ja, prima kamer in ieder geval. Dus dit was eigenlijk vrij luxe, want we waren de camper gewend. Dus, maar goed, we krijgen nu dus hopelijk vandaag ergens vervangend vervoer. En tot die tijd moeten we hier uit onze neus vreten, want er is vrij weinig te doen. Maar we gaan er wat leuks van maken. Taxi heeft ons gebracht met al onze spullen naar een nieuwe camper. Ik ga jullie zo de nieuwe camper laten zien. Oké, jongens. We hebben een camper gekregen. En die is echt mega chic deluxe. Maar ja, dit is een zitje. Voor twee personen. Kunnen er ook nog twee personen mee eventueel. Ja, dit is het raam boven de bestuurder. Dit is de bestuurder. Er zit ook een camera in. Dat je achteruit de camera. Kastjes. Nou, we hebben alle kastjes gevuld met onze spullen. Hier zit het gasfornuisje. Drie pitten. Heel veel lades hebben we ook al onze spullen in neergezet. Want die waren wel allemaal leeg. Dus we moesten wel alles overzetten. Maar ja, we mogen niet klagen. Dan is dit de koelkast. Heel chill. Dan het bed. Ja, ik heb hem verder niet opgemaakt. Want we willen gewoon gauw gaan. Hieronder heb ik al de kleding gezet. Hebben we hier nog een badkamertje. Ook alles in kunnen zetten, dus ja, echt super chill. Wij kunnen verder, onze vakantie kan eindelijk beginnen, denk ik zo. Let's go. Na alle pech die we gehad hebben, hebben we nu wel eindelijk een keertje geluk. Daar ben ik heel dankbaar voor en ik hoop dat ik een heerlijke vakantie ga hebben. Het eerste fatsoenlijke maaltijd op onze camping life vakantie. De eerste fatsoenlijke camping life dag. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik gisteren gefilmd heb. Volgens mij heb ik wel de camper gefilmd. Ik kan me herinneren dat ik dit gedaan heb. We zijn aangekomen in Kroatië. Dit stadje heet Mereda. Novigrad. Novigrad. Daar zijn we aangekomen. Op een campingresort. Dus best luxe camping met zwembad en beachbars en van alles. Hier blijven we eventjes dat we onze vakantiefeeling kunnen inluiden. En daarna gaan we verder reizen. We gaan vandaag kijken wat de rest van de reis gaat worden. Maar vandaag wordt een dagje aan het strand, aan de zwembad en lekker niks doen. Hallo jongens, het is vandaag vrijdag en we zijn weer gereisd. Maar we zijn wel door naar het volgende plekje aan het rijden. En we zijn nu op een weggetje beland. Nou, Nicky krijgt het Spaans benauwd. Hij rijdt met deze enorme camper op dit weggetje. Ik zal even een timelapse maken van een minuutje. Dan zie je genoeg hoe spannend dit weggetje is. En dan moet je even nagaan, ook dat er dus ook nog tegenliggers kunnen komen.
deze weg gaat 4000 meter omhoog. 4000 meter omhoog? Ja, stop. Oh my. Nou, geniet van de timelapse. Even de serieuze kop van Mickey. Er komt gevaar aan. Jij gaat gewoon aan de kant staan. Heel slim. Ik vind dat best. Want kijk jongens wat eraan komt. Oh, die heeft misschien dezelfde idee idee van... Nee, hij blijft nu staan. Hij komt eraan. Dat best. Trucker life. Drukke bro's. Zelf jullie en Roy, hè? Je kunt wel stellen dat onze vakantie vrij bewogen is. Nu pak ik wel steeds de camera erbij als er wat gebeurt. Want gisteren hebben we eigenlijk de hele dag gechilled bij het zwembad. We zijn allebei verbrand. Ja, maar ik wat minder dan jij. Dat is mijn... Ja, Nicky is iets minder verbrand, goddank. Want ik zit niet lekker in deze stoel. Mijn hele rug is knalrood. Maar verder hebben we gisteren echt super gechilled en ik dacht ik had wel vloggen, maar het was echt een beetje saai om te vloggen. We gaan nu door dit weggetje naar Plitvice. Ik zeg het vast niet goed, maar dat zijn watervallen en meren in een natuurpark in Kroatië en dat schijnt het mooiste plekje van Kroatië te zijn. Dus ja, dit is een moeilijk weggetje, maar we komen dadelijk wel bij het mooiste wat we deze vakantie waarschijnlijk gaan zien. Ik kijk er echt heel erg naar uit en we gaan waarschijnlijk een hike doen. Dat gaan we meteen vandaag doen. Een beetje in de middag en begin avond, want ik denk dat dat qua temperatuur ook het chillst is om te doen. Ik ben niet midden op de dag die hike aan het doen ben. We gaan waarschijnlijk een hike van 8 kilometer doen, wat echt wel lang is. Dat kan 4 tot 6 uur duren. En dat ga ik ook vloggen, ik neem jullie mee. Ik hoop dat ik mooie plekjes kan laten zien. Maar daar zijn we dus onderweg naartoe. Nou, het zit erop jongens, we hebben Plitvice overleefd. Vies, joh. Vies? Oh, Plitvice? Ah, dat was Plitvice. Ik weet niet, vies, smerig. Ja, oh, het is een woordgrap. Oh. Ik kan het niet door. Ik ben wel heel erg vermoeid. Ja, ik ben helemaal moe van. We hebben even er doorheen gechased in 3 uur. Terwijl de routes die we gelopen hebben... Moeten we hier omhoog? Nee. Oh. We moeten de meute volgen. Maar we zijn er heel snel doorheen gegaan eigenlijk. Op een gegeven moment super veel beelden geschoten. Op een gegeven moment dacht ik, bij ieder meertje, watervalletje, denk je wel, oh, dit is mooi, dit moeten we vast zeggen. We hebben gedacht, we laten het hierbij. Maar zoals jullie ook zien hebben, was het echt prachtig. En nu het laatste stukje terug naar de parkeerplek. En dan gaan we een nieuwe campingplek vinden. Dus daar.
Goedemorgen jongens, het is zaterdag en ik dacht, weet je wat ik ga doen? Ik ga de vlog afsluiten van deze week, want er zit al bijna weer een weekje op en er is een hele hoop gefilmd, een hele hoop gebeurd deze week. En ik dacht, nou gaan we naar een nieuw plekje, we gaan naar de kust weer en dat lijkt me wel leuk om dat te doen in een nieuwe vlog. Als laatste wil ik misschien nog eventjes de camper laten zien, hoe die eruit ziet. Dat is wel cool aan de buitenkant, want volgens mij heb ik alleen de binnenkant laten zien. Oh ja, we hebben inmiddels ook een hond. Hoe heet die, Nicky? Nee, nou, die hebben we erbij gekregen. Skopje. Skopje? Ja, Skopje. Ah, oh, hij is wel schattig. Maar ja, niet. Skopje. Kom eens. Hij is dus niet van ons. Maar hij komt altijd bij ons zitten. Al, dat was dezelfde, hè? Ja. Ja, zoals een mupske. Klissy. Nou ja, zo zitten we dus altijd bij met ontbijt. En dan is dit dus de camper. Hij is echt gigantisch. Ja. En iedereen denkt natuurlijk dat wij Oostenrijkers zijn, omdat het een Oostenrijkse camper is. Maar het is echt een hele mooie camper. Maar goed, we gaan hem nu inpakken, want we gaan de reis doorzetten. En ik zie jullie in de volgende vlog. Vergeet niet te liken, vergeet niet te reageren. Alle support kunnen we... Zit je nou te scheiden, Dorma? Je liet de scheet op vlog. Nee, ik laat hem erin. Deze scheet blijft erin. Stopje. Viezerik. Smeerpijp. Nou ja, je kunt dus geef een like voor de. Nee, geef een comment voor de scheet van Nicky. En tot de volgende keer. Doei. Like voor scheet.